In deze video leg ik uit hoe je een cloudplaat en een spanmiddelenmanager kan zetten in EdgeCam. Hier heb ik een 3D model van een cloudplaat in Designer ingeladen en deze wil ik gebruiken om in de spanmiddelenmanager te zetten in EdgeCam. Eerst is van belang dat er één cloud met het aangrijppunt in het midden van de cloudplaat gezet wordt. In principe hebben we slechts één cloud nodig om de cloudplaat in de spanmiddelenmanager te zetten. De overige twee klauwen kan ik simpel verwijderen. De rechtse klauw ga ik nu met het aangrijppunt exact in het midden van de basis zetten. Eerst ga ik een nulpunt maken. En met behulp van Enhanced Pick kan ik hem goed zetten. Nu kan ik transleren gebruiken om de klauw in het midden te krijgen. Met Alt ingedrukt zet ik het assenkruis op de juiste positie. En door nu op de blauwe pijl te klikken zal het in de goede richting verplaatsen. Ik gebruik nu Center over Circle om het precies in het midden te krijgen. En nu is de cloudplaat klaar om ingeladen te worden in EdgeCam. Hier is de cloudplaat ingeladen. Zorg ervoor dat de basis van de klem op deze manier is uitgelijnd, met de Z bovenop de klauw. Ik zal het verduidelijken door de assen te verlengen. Nu de cloudplaat juist is uitgelijnd, kan ik de spanmiddelenmanager gaan starten. Vanuit de launcher open ik de spanmiddelenmanager. Klik op plus om toe te voegen en kies voor cloudplaat. Geef de cloudplaat een naam. En nu kun je de parametrische waarden ingeven die nodig zijn om de cloudplaat aan te maken. De lengte is 100 mm, dus eigenlijk de hoogte van de basis van de cloudplaat. Diameter van de cloudplaat is 273 en de opnamediameter is 85. Het model van de basis wil ik nu gaan inladen. Ga naar Features en zoek de basis op. Rechte muisknop en weg naar klemboord gebruiken. En klik op Plak CAM Solid. Cloud diameter is de diameter waarop de cloudplaat straks open zal staan. De back uitsteek zet ik op 0 omdat we gebruik maken van een 3D model. En de maximale klembreedte is wat de cloudplaat maximaal kan halen. Backlengte is 61,3. Backhoogte is 127. Gelijke stappen zet ik op 1. En de backbreedte is 54. Nu kan je weer het model inladen van de back. Onder Features weer rechte muisknop en weg naar klemboord gebruiken. En deze plakken we er weer in. Je kan het voorbeeld uit het venster halen, zodat je deze kan vergroten om te zien of alles goed is. Als alles oké is, sla je hem op. En deze is nu bruikbaar in de spanmiddelenmanager.
Je kan nu eenvoudig de uitzetlengte ingeven en de openingsdiameter wordt automatisch goed gezet. Hetzelfde wil ik nu laten zien met de omgekeerde klauwplaat. De uitleiding moet op het aanlegvlak van de klauw liggen met de klauw omgedraaid. In de spanmiddelenmanager geven we deze weer een nieuwe naam. En de waardes die je nu in beeld ziet staan neem je over in de spanmiddelenmanager. De lengte is 100. Diameter van 273. Openingsdiameter weer 85. Klauwdiameter zet ik even op 180. Bekuitsteek van 0 omdat we op een 3D-model werken. Maximale klauwdiameter 250. De beklengte en de bekhoogte vullen we in. De bekbreedte wordt weer 54. En dan kunnen we weer met rechtermuisknop op de fietsje staan. Mechna knapboard. En op de juiste plek erin plakken. En als we deze weer opslaan, is de omgekeerde klauwplaat te gebruiken in de spanmiddelenmanager. En ook voor deze geldt dat hij automatisch de diameter goed zet. Vindt u deze video interessant of wilt u op de hoogte gehouden worden van nog meer techtips? Abonneer dan op ons YouTube kanaal. Eventueel tips of andere suggesties voor een video kunt u plaatsen bij de reacties onderin.